Bij deze video, waarin we kijken naar een snelschakpotje tussen Daniel Naroditsky met zwart tegen Anna Sarksian met wit. En uh, ik kwam dit uh, filmpje tegen op YouTube en het is van de US Masters dat net voor de jaarwisseling gespeeld werd. En ze namen daar veel video's op van partijen, uh, zodat je ook nog de partijen van dit soort grote spelers kon uh, terugzien. Nou, Daniel Naroditsky is een vrij bekende schaker, hij is uh, schaaktrainer, commentator, heeft een eigen YouTube-kanaal en schreef onder andere ook een boek toen hij nog maar net 17 jaar was over complex. Endgames. Nou, en in deze stelling ging hij in één keer in de denktank en dacht hij 36 seconden na over zijn volgende zet. En uh, als kijker heb je dan ook de tijd om uh, naar de stelling te kijken en uh, kan je je afvragen wat ziet hij, wat hij uh, dus even wat dieper wil bekijken en kan ik zelf misschien zien wat, welke keuze hij zou moeten maken. Nou, Um, ik dacht dat de keuze zat tussen de zetten Paard C2 en Tora C2. En daarom dus ook aan jullie de, keuze, de vraag: welke zet speelde Daniel Naroditsky? Zet hem gerust even op pauze om erover na te denken en te rekenen. Doe dat nu. Oké, okay, nou, de reden voor deze video is dus de keuze tussen Paard C2 en Toren C2. Je zou het antwoord kunnen kijken en vervolgens gewoon uh, lekker uh, deze video op stop kunnen zetten. Ik heb de video nog wel ietsje langer gemaakt om ook nog even te kijken naar het resterende eindspel. Want dat was best wel indrukwekkend gespeeld door beide spelers en erg leerzaam. Dus daar ga ik nog even snel doorheen qua analyse. Het is ook zeker de moeite waard om nog even naar de video zelf te gaan. Ik heb de link hieronder de video neergezet. Um, dan kan je ook de, de gezichtsuitdrukkingen zien van beide spelers en zeker van Daniel. Naar Roditsky uh, die laat af en toe duidelijk weten wat hij van de stelling vindt. Nou, oké, okay, without further ado. In deze stelling dacht ik te zien tijdens het berekenen van die 30 seconden dat Torres C2 de zet was. Maar de C2 moet je helaas in deze stelling een dubbel vraagteken geven. Dus als je deze zet um, dacht dat het de beste zet was, uh, nee, dat is het niet. En. Het stomme is een beetje, vond ik voor mezelf in ieder geval, dat er een hele simpele tactische reden is waarom dat niet werkt. Dus uh, dat was even een goede uh, check voor mezelf om tactiek ook nog blijven te bekijken. Maar de eerste reden waar misschien de meesten van jullie naar kijken was: nou ja, wat is nou gewoon c 2 komt een c 2? Dan heb je een fork tussen koning en toren. Maar er zit nogal een probleem met dat paard in de hoek. Want je denkt met wit, die ga ik. Insluiten. Of je denkt met zwart, daar kan ik misschien wel uh, wat mee doen. En met wit denk je, die ga ik insluiten. Maar het is allemaal net niet zo genuanceerd. Dus toen ik hier naar deze stelling zat te kijken, dacht ik eerst van oké, okay, we hebben een vork. Klaar, zwart dat beter. Vervolgens kijk je nog een keer en dan denk je van nou ja, als die koning op C3 komt te staan, dan dekt hij de twee vluchtvelden af van dat paard, als die op A1 staat. Dan ga je vervolgens verder kijken en dan denk je van oké, okay, dan heeft wit dus hier zo meteen de mogelijkheid om te gaan rennen. Maar zwart kan met E5 zelf ook een vrij pion creëren. Dan wel op de E-lijn, dan wel als die amper al geslagen wordt op de D-lijn. En wie is het dan sneller? Nou ja, het is best wel een tricky eindspel waarbij beide spelers heel veel goede zetten moeten vinden. Dus als je in deze stelling zit, dan moet je meteen met zwart E5 spelen om ook een vrij pion te creëren. Als die bijvoorbeeld geslagen wordt, uh, dat is één van de opties, sla je hem terug. Komt wit met b4, wit krijgt vrij pionnen, zwart krijgt vrij pionnen. Het, uh, ik wilde hem even verder laten zien, want het is een heel grappig thema wat je vaker ziet met zo'n paard en een vrij pion. Um, dus beide spelers die stormen hier naar de overkant toe. En allereerst, dit is een belangrijk thema in het schaken, dat er een pion een schaakzetje doet, waarmee je de koning verder weglokt eigenlijk van de andere pion. Nou, dat gebeurt dus hier. De gaat rennen. De witte koning kan bijvoorbeeld weer terugrennen naar die pion toe. De wit kan ook besluiten om in deze stelling door te lopen, maar dat is niet zo goed. Dus die gaat hier achter de pion aan rennen. En dan krijg je weer dat andere idee dat dat paard in één keer naar het veld kan kijken, maar tegelijkertijd dus ook weer door terug de partij in kan. En je krijgt dus een vrij bizar idee dat er hier in één keer een paard wel die pionnen weer stopt. Beide spelers moeten hier best wel vaak de only move vinden om überhaupt maar in de partij te blijven. En uh, met snelschaak heel erg moeilijk om allemaal te vinden. Maar ook in een echte partij denk ik behoorlijk pittig om um, hier telkens de juiste zet te vinden. Ik vond het een leuke variant om even te laten zien. Het punt is alleen dat na toren C2 je, hoeft te, je helemaal niet hoeft te slaan op C2. Wit heeft eigenlijk zelfs verschillende uh, dingen. Wit zou ook de koning naar D4 kunnen spelen met... Het simpele idee om zo meteen een keertje loper naar C4 te spelen. En op die pion te gaan focussen. Um, maar de beste zet is gewoon toren A4. En dit is meteen de tactische ontkrachting van deze hele zet toren C2. Want je valt het paard aan. En als je op B4 zou staan, dek je ook weer je loper. Dus... De toren staat aangevallen, het paard staat aangevallen. Na toren mal B2, komt toren mal B4. En um, ja, wit staat gewoon een, een stuk voor. Je kan nog wel pionnetjes gaan snoepen met zwart, maar die pion op A6, dat wordt echt een probleem. Dus zoiets als toren B6. En de koning wordt even uit het schaak gehaald. En na loper C4 zie je gewoon dat het idee is: je pakt die pion op A6 en je gaat doordenderen met je pion op de A-lijn. En het is eigenlijk heel moeilijk voor zwart om hier um, ja, nog goed tegenspel te creëren. Dus toch een C2 is absoluut niet de juiste zet. En daarom is ook de juiste zet paard C2. En die speelde Naroditsky nadat hij even had gerekend. Nou, dan denk je, um, hij heeft nog um, een dikke minuut en 30 seconden op de klok. En zijn tegenstander, tegenstander heeft, uh, speelt op increment met nog een minuut, seconde of 10. Um, dat wint hij wel even. Maar eigenlijk speelde zijn tegenstander dus enorm goed. Dus spoiler alert, het werd geen winst voor Daniel Naroditsky. Um, B4 werd gespeeld, eigenlijk de enige zet om meteen weer een dreiging te creëren in de stelling. Na B5 is het idee dat de pion wordt geslagen en je rent weer door met je A-pion. En die toren op A1 die zit eigenlijk best wel handig achter de vrij pion, de toekomstige vrij pion die op de A-lijn zit. Toren gaat naar B2 en hier maakt eigenlijk de wit speelster eigenlijk haar enige fout in deze stelling. En ze speelt een hele logische zet. Namelijk, er is een beetje een vuistregeltje. En de vuistregel is dat als je in toren eindspelen zit, dat je een actieve toren wil en niet een passieve toren. Nou, toren A4 zou de passieve toren zijn geweest. Maar het lastige van deze zet voor zwart is dat wit op elk moment nog steeds B5 dreigt. Dus gaat die toren weer lopen, bijvoorbeeld naar G2, dan kan je weer B5 doen. En na A keer B5 heb je ideeën om meteen te lopen. Omdat, um, nou ja, de, als er wordt geslagen op de A-lijn, de toren van wit zwart niet meer de pion kan stoppen. En een andere optie is dat wit ook nog steeds de toren terugtrekt en daarna weer gaat lopen. Nou ja, um, het is in ieder geval een interessant toren-eindspel waarbij wit meer dreiging heeft en zwart uh, dan wel... Uh, de pion niet meer kan stoppen, maar zelf een toren heeft een heel veel pionnen, of omgekeerd, de pion nog wel kan stoppen. Um, dus de toren op A4, grappig genoeg, is best wel een, um, een goed idee geweest in deze stelling. Maar ze speelden de toren naar C1. En het idee daarvan is om zo snel mogelijk via C6. Op A6 te komen en weer een vrij pion te, te krijgen. Dus de actieve toren te pakken. En Daniel Naroditsky, de hele partij, zul je zo meteen zien, geeft schaakjes op het juiste moment om de koning even naar een verkeerd veld te, te duwen. om vervolgens bijvoorbeeld een pion te slaan of weer de toren ergens anders neer te zetten. En daar maakt hij heel handig gebruik van, maar precies op het moment dat hij het moet doen, doet hij het hier niet. Dus kijk even snel naar de partijvariant. Hij doet toren al B4, geeft een schaak, gaat achter de D-pion aan. Geef nog een schaakje en slaat de D-pion. Gewoon even onthouden: de Witte Toren heeft hier op A6 kunnen slaan en de Zwarte Toren heeft op D5 kunnen slaan. Had Naroditsky naar torense 1 eerst eventjes een schaakje gegeven met zijn toren, dan had de koning de F-pion niet meer gedekt. Dan zaten we daarna vervolgens in dezelfde variant: maal B4, maal F4, dan naar D5, D4 en de pion D5 gaat ook vallen. Maar het fijne is dat je hier dus met zwart een extra pion hebt opgehaald. En daarmee verhoog je je winstkans enorm. Want het is nog maar 5 tegen 2. En de Zwarte Toren die kan zo meteen achter de pion gaan staan. zodra de pion door is gelopen naar A6. Dus je hebt hier met zwart goede, hele goede winstkansen. In de partij um, ja, gingen eigenlijk die winstkansen er een klein beetje uh, aan onder door. Um, door gewoon goed spel van wit. De Naroditsky gaf een schaakje, de koning ging naar voren, gaf weer een schaakje. En zo op de derde rij heeft die toren zich van D5 eigenlijk door middel van schaakjes in één keer op A3 gekregen. Dus dat is um, een handig gebruik van schaakjes. Goed om te onthouden dat soort setjes. Wit speelde A6, toren A2, koning F3. En hier doet Naroditsky E5. En het idee is een beetje dat door dat schaakje van net die koning naar voren is gejaagd en daarmee dus wellicht een keer een nuttig schaakje weer in de stelling kan komen. Er wordt geslagen op uh, E5. En A7 wordt gespeeld. En heel belangrijk is dat je je eindspeltrucjes hier kent. Want zodra de pion op A7 staat, wil die toren weggaan. En um, als je bijvoorbeeld uh, een van de video's over het NK hebt gezien bij de vrouwen, dan zag je ook een partij waarin Robin Dusson een toren voor haar pion had staan en daarmee een wegtrekaanval kon doen. Dat is eigenlijk hetzelfde idee weer. Deze toren die wil wegtrekken om vervolgens door te kunnen lopen. Dus stel je voor dat je nou met zwart een verschrikkelijke zet als H5 zou spelen hier. Dan is de truc in de stelling: toren naar. Naar H8 en dat is een wegtrekker in de zin dat je niet per se iets aanvalt wat je belangrijk vindt, maar dat je wel een doorkijker hebt naar je eigen pion. Als zwarte pion niet slaat, promoveer je. Als zwarte pion wel slaat, heb je een doorkijker en win je de toren. Een heel belangrijke truc in het schaken die je moet weten. En daarom speelde na naar A7 Naroditsky naar ook koning naar G7. En als je nog een interessante stelling wil om even over na te denken, dit is een goede. Dus zet hem even op pauze. Wat zou je doen als je wit bent hier? Oké, okay, nou, als je hier met wit in deze stelling zit, zou ik persoonlijk best wel uh, nog steeds een beetje benauwd zijn. Zeker tegen Naroditsky. Um, Sarxian speelde echt bijna a tempo deze zetten. Moest ook wel vanwege de klok, maar ze deed het echt feilloos. Als je kijkt naar zwart, dan zou zwart hier de koning langzaamaan een keertje via deze route het in willen krijgen. Want um, hè, als je, laten we zeggen, we doen even onze koning opzij, dat speelt dus actie anders niet. En je zou dus de koning ook weer naar f6 spelen of iets dergelijks, dan heeft wit weer die wegtrek aanval. Dus de koning, die moet altijd een veilige route kiezen. Logischerwijs via dus de, achter, de voorkant van de pion. Dus je loopt voor je pion langs. Dan zit er ook nooit een schaakje in de stelling. Nou, met dat in het um, licht speelde Sarxian na koning g7 eigenlijk a tempo g4. En het idee daarvan is, en dat is best verrassend, je geeft namelijk meteen twee vrij pionnen aan je tegenstander. Maar je breekt de pionnen op en je zorgt ervoor dat, nou bijvoorbeeld deze zetten die kwamen in de partij en e4, dat je kan slaan op g5 en nu kan de koning nooit meer via h6 naar g5 lopen, want elke keer als de koning de g-lijn opgaat, krijg je weer dat schaakje tegen. Dus nu zijn er twee pionnen. En normaal gesproken, als de koning nu op f4 had gestaan, dan zit je in grote problemen met wit. Maar omdat de koning niet op f4 staat, maar op het lastige veld g7, waar die koning niet meer weg kan vanwege schaakjes, is deze stelling remise. Saxian speelde h4, even de pion uit de mogelijke aanval halen. h5 kwam er tegenin, de koning ging naar e2. En op het moment dat f4 werd gespeeld kwam de e-pion ongedekt te staan... en zie je dus weer dat wegtrek idee. Zarkzian ruilt haar enige uh, kracht in de stelling... haar vrije pion af om deze pion op te breken. Deze f-pion staat veel dichter bij de witte koning... dan bij de zwarte koning. Dus je krijgt uh, ja, een variant in dit geval... dat f3 schaak werd gegeven. Zwart kan niet vasthouden aan die enige f-pion. Dus bijvoorbeeld na een schaakje... en torenmaal a7, torenmaal e4... en de pion dekken... zie je weer dat de witte koning veel sneller is... en door deze belangrijke pion op h4 is dit afgeschermd en de koning kan natuurlijk niet van de f5, want dan hebben we gewoon al f4. Dus, daarom kregen we in de stelling nog een paar trucjes van Naroditsky. Hij probeerde nog f3, de koning ging naar f2, een schaakje, de koning ging naar g3, f2, maar die dekte de koning gewoon rustig af. En hier zie je dat zwart niet meer iets heeft om uh, te rekken. Hij moet die pion op a7 gaan slaan, de pion op e4 werd geslagen, de pion werd weer gedekt, maar de koning kon er mooi voor gaan, toren f3. En we zien dat na een paar zetten we in dit eindspel komen. Maar nu is er alleen nog maar een randpion. En dat is echt remise. Um, er kwamen nog deze zetten. En de wit speelste, die sneed de koning af op de zesde rij. En nu is er helemaal geen winnen meer aan. Want als deze koning al niet meer mee kan helpen. Dan houdt het al op. Um, dus de partij werd hier remise besloten. Ik vond het zelf een interessante keuze op het moment van uh, aan het begin. Maar ik vond het dan ook een interessant eindspel. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Druk op like en op subscribe. En tot de volgende keer.